Goedemorgen allemaal. Ik heb net een filmpje gemaakt in het Engels over hoe ik mijn verf mix. En toen dacht ik, doe het ook gelijk in het Nederlands. Er waren de afgelopen weken, maanden zelfs, zoveel vraag naar. Dus dan ga ik dat voor jullie doen. Nou, ik ga nu Magenta ga ik mixen. Het is deze van Liquitex. Ik gebruik eigenlijk van allerlei merken de verf. Amsterdam Acrylics, Lucas, Winsor & Newton. En Bebebo. Dat merk gebruik ik ook wel. Ik heb nu inmiddels al aardig wat verf gemixt, omdat de filmpjes mislukten. Maar we gaan gewoon verder. Nou, als dit de 50% is wat ik nu in het bekertje heb gedaan. Als je dat als 50% rekent. De 25% deco varnish bij. Ik denk wel bekend bij iedereen inmiddels. En dat is dan 75% bij elkaar. Dat zijn de verhoudingen. Kijk, de hoeveelheid verf is natuurlijk nu niet zoveel. Dan gaat er zoveel bij, dus dan ongeveer 25%, iets meer of iets minder, maakt niet uit. En dan gaan we roeren. En dan gaan we beetje voor beetje water erbij doen. En dat is echt iedere keer kleine beetjes, want als je in één keer te veel doet, en dan heb je kans dat je verf te dun wordt. En dat willen we niet. Als je verf te dun is, dan krijg je hele rare cellen. Dat zijn geen cellen meer te noemen. Als je verf te dik is, komen je de cellen juist niet. Dus het luistert heel naar de dikte van je verf. En het is wel leuk om een beetje te experimenteren daarmee. Je moet een beetje je mix leren kennen wat het nou doet met je brander. Dat het tevoorschijn komt. Dus dat is wel leuk om te doen. Het is leuk als je een Joepo hebt. Ik doe het heel veel op Joepo gieten. En weer een klein beetje. Zometeen als ik echt hele kleine beetjes water wil gebruiken, gebruik ik dit kleine flesje. Echt heel weinig water komt eruit. Maar dat is makkelijker te doseren. Nou, er kan nog wel wat bij. Heel voorzichtig. Dan gaan we weer roeren. Ik heb inmiddels, wat ik net al zei, heel veel verf gemixt. Ik wil veel geduld hebben, want het is niet zo 1, 2, 3 gedaan. Normaal doe ik het in witte bekertjes. Deze is niet helemaal glad van binnen. Het roert niet zo heel erg fijn, maar dan is het voor jullie wat makkelijker te zien. Nou, nu ga ik deze gebruiken. Blijf er iedere keer kleine beetjes water bij doen. Zie je, het komt nu met stroompje, het stokje, want dat is het belangrijkste. Nog een beetje water erbij. De deco varnish, dat wordt langzaam een beetje dikker. Dus het is niet erg als je iets meer water erbij doet. Kijken of het nu goed is. Ja. Ik ben wel tevreden. Zien jullie het? Het komt met één stroompje ervan af. En dat is het belangrijkste. Dan ga ik er nu de siliconen bij doen. 1 of 2 druppeltjes. Dat doe ik eigenlijk in alle kleuren, behalve de wit en de... Oh, dat waren er 3, maar dat maakt niet zoveel uit. En die ga ik ook weer goed doorroeren. Ik had ergens bij comments gezien
mensen zeggen van nou, je niet zo veel roeren, want dan krijg je grotere cellen. Maar dat is niet waar. Nee, niet waar. Je krijgt grote cellen als je hebt gegoten en je doet iets eerder branden en je gaat dan verder kantelen, dan worden je cellen groter. Een klein beetje water en dan is het klaar. Zelf vind ik de kleine cellen mooier. Dus ik doe het eigenlijk niet zo vaak. Grote cellen. Nou, kijk eens aan. Het is klaar. Als jullie nog vragen hebben, laat een berichtje achter. Andere opmerkingen mag ook. Vind ik leuk. Ik ga nog wel wat meer video's maken. En laat jullie maar weten waarover. Dan ga ik daar naar kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.